Oké, vooraleer dat we overgaan naar Adam Smith, misschien toch nog iets over deze Fransman, Jean-Jacques Rousseau. Ziet er op basis van het portret, met alle respect, een beetje een suttig figuur uit, hè? Maar onderschat hem niet, hè? Hij is de meest radicale, de meest linkse, de meest extreme van alle verlichtingsfilosofen, hè? Oké, wat moet je onthouden van Rousseau? Wel, hij is een voorstander van een volledige volkssoevereiniteit, hè? Hij is voorstander, met andere woorden, van directe democratie. Hij zegt van mensen moeten zich niet laten vertegenwoordigen. Hè. Dus een parlementaire democratie, daar is hij tegen. Hij wil eigenlijk ervoor zorgen dat het volk, hè, op een directe manier de macht krijgt. Hij laat zich daarbij een beetje inspireren op de oorspronkelijke democratie in Athene. Hoe gebeurde dat? Wel, alle oudere wijze mannen die kwamen bij elkaar op een heuvel, de Pnyx-heuvel, en daar werden eigenlijk wetten ontworpen en daar werd er gestemd. Wel, voor Rousseau, dat vindt hij de ultieme vorm van volkssoevereiniteit. Dus met andere woorden, in België zouden we met z'n allen naar de markt in Brussel gaan, hè, en daar wordt er dan op een rechtstreekse manier, hè, worden er dan wetten gestemd of wetten ontworpen en niet, dus niet zoals vandaag de dag, hè, volgens verkiezingen en volgens parlement. Dus een volledige volkssoevereiniteit. Het tweede principe van Rousseau dat je moet onthouden is dat hij tegen privébezit is. Hij zegt van het is fout, hè, als boer Charles kon zeggen dit is mijn stuk grond of arbeider Louis kon zeggen dit is mijn huis. Hè. Nee, hè, dus alles is van iedereen of alles is van de staat. Hè. Hiermee gaat hij eigenlijk al op weg gaan, hè, naar een bepaald politiek systeem dat later in de 20e eeuw zal toegepast worden in landen zoals de Sovjet-Unie, Cuba. China en zo verder. En dat kennen we natuurlijk onder de vorm van het communisme. Hè? In het vijfde jaar gaan we daar alles over leren. Oké, en dan komen we bij de man, hè, waar het als laatste in de rij rond zal draaien, namelijk Adam Smith. Hè? Wat moet je onthouden van het leven van Smith? Wel, hij is een Schots econoom, hè? Hij is een filosoof ook. Je koppelt hem aan de 18e eeuw. En hij heeft een belangrijk boek geschreven, hè, namelijk The Wealth of Nations. Hè. Als je gaat kijken naar het levensloop, hè, van die Adam Smith, dan valt het al meteen op dat hij zeer jong was wanneer hij zijn universitaire studies begint. Hè, wat er dus op wijst dat hij toch wel de nodige grijze hersencellen had. Hè. Hij gaat de grondlegger zijn van heel veel belangrijke economische principes. Hè. De mensen die ooit, of die ooit economie verder gaan studeren, die gaan zeker en vast deze Adam Smith nog wel tegenkomen. Nadat u dit document hebt gelezen over het economisch liberalisme, zal u het met mij eens zijn dat eigenlijk het sleutelwoord in die tekst dat vrijheid is. Het woord zegt het eigenlijk, of als je het liberalisme, als je dat gaat ontleden, mensen die Latijnse ooit hebben gedaan, die zullen wel weten wat liber betekent. Liber betekent vrijheid. Dus vrijheid op economisch gebied. Dat betekent, dat Adam Smith tegen elke vorm van staatsinterventie is. Hij zegt van oké, overheid, kom alsjeblieft niet tussen in het economische systeem. Wat zijn de kenmerken van het economische liberalisme? En die onthoudt u en die schrijft u dan ook op. Wel, centraal staat het privé-initiatief. Smith zegt van iedereen moet bedrijven kunnen oprichten, winkels oprichten. Hè? Niet alleen de overheid, maar iedereen. Dus iedereen kan en mag bedrijven oprichten. Hij is tegen staatsinterventie. Hè? Hij is dus tegen overheidsingrijpen. Hè? Want dat is staatsinterventie. De staat komt tussen in het economische leven. Dat wil hij niet. Hè? Hij zegt tegen de overheid: de economie is groot genoeg om zijn plan te kunnen trekken. Dus alsjeblieft, blijf gewoon aan de kant staan.
Hij is voorstander van het principe van vrijhandel. Geen protectionistische maatregelen, zoals bij Colbert. Vrijhandel. Laissez-faire, laissez-passer, heeft hij ooit geschreven. Laat maar doen, laat maar gebeuren. Het is een beetje vreemd dat dat hier in het Frans staat. Dat is meestal een vraag die ik krijg van de leerlingen. Van meneer, hij was een Schot, hij kwam uit Groot-Brittannië. En toch is dat principe in het Frans opgeschreven. Dat komt omdat in de 18e eeuw... eigenlijk de taal van de geleerden, van de meeste boeken, was toen het Frans. In de middeleeuwen was dat het Latijn. Vandaag de dag is dat het Engels. Toen, in de 18e eeuw, was dat het Frans. Vandaar dus dat principe dat dat in het Frans is overeind gebleven. Hij is voorstander van een liberale markteconomie. Dat betekent dat vraag en aanbod automatisch tot de juiste marktsituatie zal leiden, tot de juiste prijs. Hij zegt bedrijven die slechte producten verkopen of tegen een te hoge prijs vragen, of daar een te hoge prijs voor vragen, die gaan automatisch in de problemen geraken. Als die niks doen, dan gaan die failliet. Bedrijven aan de andere kant, die goede producten leveren tegen een redelijke prijs, die gaan winst maken en die gaan kunnen uitbreiden, die gaan beloond worden. Dus dat gaat allemaal automatisch gebeuren. Staat, overheid, kom niet tussen. Blijf gewoon aan de kant staan. En hij is eigenlijk ook voorstander van een doorgedreven arbeidsspecialisatie of arbeidsverdeling. Dat hebben we een paar maanden geleden gezien. Iedereen moet zich bezighouden met één bepaalde taak. En op die manier kom je eigenlijk tot een betere productie. Eigenlijk een beetje de voorganger van wat later de lopende band zal worden. Hiermee gaat Adam Smith volledig, maar dan ook volledig in tegen een ander systeem dat we een paar weken geleden gezien hebben. Namelijk heel dat economisch liberalisme staat eigenlijk lijnrecht tegenover het protectionisme, tegenover het colbertisme, tegenover het nijverheidsmercantilisme, waarbij de rol van de overheid juist veel groter gaat zijn. De overheid gaat daar bedrijven oprichten, gaat daar manufacturen oprichten, gaat wegen aanleggen, kanalen aanleggen enzovoort. Gaat ook mee die prijs bepalen. Smith zegt van nee, blijf daar alsjeblieft af. Ten slotte nog één belangrijke opmerking over de verlichting. Die verlichting is in de 18e eeuw heel mooi in theorie. Er wordt over gepraat in de chicere salons, er wordt over gediscussieerd, er worden theorieën, maar het meeste van die verlichting, dat blijft eigenlijk pure theorie. We zullen moeten wachten tot een aantal gebeurtenissen, de Amerikaanse onafhankelijkheid, de Franse revolutie, vooraleer dat er een aantal van die principes in de praktijk gebracht worden. Dus belangrijk om te weten, dat is dat het vooral nog theorie gaat zijn in de 18e eeuw.